dan is het eigenlijk wonderbaarlijk dat uit dat samenwerkingsverband van 1957-58, wat alleen maar economisch bedoeld was, niet waar, uiteindelijk een nieuwe wereldmacht gegroeid is. Hoe gek dit ook mogen klinken, een nieuwe wereldmacht. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Wat is het onderwerp van vandaag? Het onderwerp wat ik had aangekondigd was dat ik even uit de doeken zou doen. Namelijk dat het eigenlijk met de EU al met al heel goed gaat. Dat de EU eigenlijk het wonder van de afgelopen 30, 40, 50 jaar is. Dat is eigenlijk het onderwerp van vandaag. En dat de EU het in feite nog steeds verrassend goed doet. Dat je natuurlijk heel veel mensen kunt lezen, ja, militair stelt het niks voor. En nou ja, de bekende bezwaren, de besluitvorming is traag, ja, absoluut. Maar kijk naar de Verenigde Staten, daar is helemaal geen besluitvorming. Dus ja, of althans vrijwel niet. Dus waar zo erg is het niet. Dus ik dacht, laat ik eens uit de doeken doen waarom dat ik dat vind. Dat de EU eigenlijk verrassend positief heeft ontwikkeld. Mooi onderwerp. Ook machtspolitiek overigens, dat wordt altijd vergeten. Maar machtspolitiek spelen wij ook een rol van betekenis. Laten we beginnen bij het begin. Wat is de EU? Wat was de EU oorspronkelijk? De Europese Economische Gemeenschap. En wie waren de 6 oorspronkelijke leden? Dat waren Frankrijk, Italië, Duitsland en de 3 Benelux-landen. Nederland, België en Luxemburg. Dwergjes in feite, samen misschien nog wel iets waard, maar in principe onafhankelijk van elkaar waren het dwergjes. Dit speelt zich af in 57-58, toen Duitsland zich net had hersteld van de Tweede Wereldoorlog. Italië is altijd een beetje een kneus geweest natuurlijk, laten we dat niet vergeten. En in Frankrijk ging het economisch heel goed. Ook in Frankrijk heette die jaren Les Trente Glorieuse, de 30 jaar na 45 natuurlijk, oké. Maar zie het als geheel, de 6 samenstellende delen van de Europese Economische Gemeenschap waren op het wereldtoneel nou bepaald niet verschrikkelijk indrukwekkend. Het waren toch een beetje piepende kuikens onder de vleugels van de Amerikaanse adelaar. En dat is natuurlijk, zij sluiten een verdrag, zij sluiten een samenwerkingsverband, zij willen economische samenwerking. En dat start op 1 januari van het jaar 1958. Die samenwerking, dat liep als een trein. Eigenlijk de primaire doelen van de gemeenschappelijke economische politiek lieten zich makkelijk realiseren. Het belangrijkste onderdeel van de Europese Economische Gemeenschap was natuurlijk het landbouwbeleid en de omvangrijke subsidies die er in het kader van dat landbouwbeleid werden uitbetaald. In het bijzonder natuurlijk aan Frankrijk, wat de hoofdaanstichter daarvan was, maar deels ook aan Duitsland en dat geldt natuurlijk ook voor onze Nederlandse landbouw. Denk aan Mansholt, die daar ook natuurlijk nog een rol van betekenis in heeft gespeeld. Kunnen wij nog iets frisse lucht genereren? Ik ga de airco aan zetten, ik vind het ook warm worden. Is ongelooflijk toch? We zijn begonnen in de schaduw, maar je ziet, de zon duurt eventjes voordat het... Ja, dat begrijp ik, maar dat gaat meestal vrij snel in een auto. Goed, terug naar de Europese Economische Gemeenschap, zoals die toen heette. Het heet pas EU sinds het verdrag van Maastricht. Dus dat is sinds het begin van de jaren 90 grote trekken. Maar toen was het de Europese Economische Gemeenschap. En het enige grote probleem in de gemeenschap was eigenlijk het valutaprobleem. Dat wil zeggen, we kunnen dat heel kort samenvatten. De Duitse mark werd alsmaar meer waard en de Franse frank werd alsmaar minder waard. En je begrijpt dat de Italiaanse lira sowieso niet een munt is die geschitterd heeft in de valutamarkten. En Nederland kwam natuurlijk keurig aan het handje van Duitsland. Is de Nederlandse gulden altijd een heel betrouwbare munt geweest. Het Belgische budgettaire beleid is altijd wat minder betrouwbaar geweest, maar niet dramatisch slecht in ieder geval. Dus de vraag was, wat doen we aan het valutavraagstuk? Want dat was ook in verband met die landbouwsubsidies, was dat een hele lastige onderneming. Dat moest steeds opnieuw uitgerekend worden enzovoort. En
De Fransen zeiden natuurlijk, ja, laten die Duitsers maar revalueren. Het is hun schuld dat het ding steeds meer waard wordt. En je begrijpt wat de Duitsers zeiden. Ja, laten die Fransen maar devalueren, want het is hun schuld. He, slordig begrotingsbeleid, daardoor komt dat allemaal. Nou, dat is allemaal tenslotte in een soort compromis besloten, ik meen in 1969. Dat de Fransen zijn een beetje gedevalueerd en de Duitsers zijn gerevalueerd enzovoort. Dus die hebben wel een beetje, oké, we gedragen ons fatsoenlijk, ondanks het feit dat jullie het niet doen, maar goed, toch. En tegelijkertijd hebben ze in 1969 ook een commissie ingesteld, de commissie Werner. En die commissie die moest zien uit te maken wat er nou op termijn aan het valutavraagstuk zou kunnen worden gedaan. En je begrijpt, die Werner-commissie rapporteert een jaar later, 70 is dat. Uiteindelijk moet het toch komen tot een monetaire unie. Dat is de enige oplossing daarvoor. Daar is toen eigenlijk niet zoveel van terechtgekomen. Vooral ook omdat de jaren 70 rommelige jaren waren op het punt van de valutabeheersing. Vooral natuurlijk omdat Richard Nixon, de Amerikaanse president, in feite de dollar loskoppelt van het goud in 71. Om de verkiezingen van 72 te kunnen winnen. Want dat zou eventueel de Amerikaanse economie nog wat kunnen stimuleren, wat ook wel gebeurd is. Maar je ziet, en dat is heel nuttig om altijd te weten, als de Amerikanen anderen nadeel berokkenen omdat ze het zelf in hun eigen voordeel is, zullen ze het nooit nalaten. Ze zullen nooit zeggen, oh, onze bondgenoten, daar moeten we rekening mee houden. Nee, het is als het een puntje bepaalt, je komt een rukzichtloos egoïstische natie. Heel begrijpelijk, alle naties zijn tot op zekere hoogte zo. Goed, wat we dan zien eigenlijk in de jaren 70 en ook nog deels in de jaren 80 is een eindeloos gehannes met dat valutasysteem. Dus de Fransen en de Duitsers hebben samen geprobeerd om een, laten we zeggen, een systeem te ontwerpen waarbij de verschillende munten, die allemaal waren gaan zweven natuurlijk nadat die dollar losgekoppeld was van het goud, om die verschillende munten binnen een bepaalde bandbreedte te houden. Niet te veel omhoog, niet te veel omlaag. Dat was de zogenaamde slang. En ik zal het niet moeilijker maken dan nodig, maar er was ook weer een slang in de slang. En het eindresultaat was dat het eigenlijk niet echt functioneerde. En ook dat de hele EU eigenlijk in de jaren 70 een beetje... doodspoor was het woord niet, maar het er zat weinig schot in. Het leek een beetje een leeggelopen ballonnetje eigenlijk. En dat probleem is opgelost. Oh, ik druk op een knopje. Het is toch wat, Jan. Maar dat probleem is opgelost door Jacques Delors voorzitter te maken van de Europese Commissie. Er zijn eigenlijk in de loop der tijden twee de belangrijkste voorzitters van die commissie. Dat waren Hallstein, was de eerste voorzitter, die sterk geporteerd was voor federalisering in Europa. Dat is er nou niet van gekomen. Daar is de Gaulle doorheen gefietst, dat heb ik voor het gemak allemaal weggelaten. En dan wordt Jacques Delors benoemd, een minister van Economische Zaken van Mitterrand, om orde op zaken te stellen en om plannen te maken. En Jacques Delors wordt voorzitter in 1985. Hij is een hele tijd geweest, ik weet niet precies hoe lang, maar in ieder geval, hij trekt de EU weer vlot. En dat begint met een verdrag, of niet, met een reeks van afspraken waarbij de gemeenschappelijke markt geperfectioneerd wordt. Dat is een reeks van maatregelen die in 1987 wordt aangenomen. Ook weer na een enorm getreiter omdat Denemarken niet meteen akkoord wilde gaan. En die moesten eerst een referendum houden of ze dat wel wilden. En tenslotte is dat gehouden en toen wilden ze het wel. En de Denen hebben altijd een beetje een apart rolletje willen spelen in de Europese Unie. Je denkt wel eens bij jezelf, hoe kleiner het land, hoe vervelender ze zijn. Denk aan Hongarije, ook zo'n prutslandje. Ik zeg het er maar even bij, voor alle Hongaren, het gaat niet om belediging, maar het is gewoon een prutslandje. En vervolgens werd natuurlijk aan de orde gesteld, en daar kwam ook een commissie voor, dat er een gemeenschappelijke munt zou moeten komen. En uiteindelijk, dan krijgen we, ondertussen zit, is Jacques Delors steeds de voorzitter van de commissie.
En daartoe komt het dan tenslotte bij het verdrag van Maastricht. Nederland was toen gastheer. We hadden hele grote ambitieuze plannen. Daar is niets van terechtgekomen. We zijn daar eigenlijk vrij lelijk afgeserveerd in eigen land. Maar wat wel is beloofd, dat die munt die zou er komen. En die munt die is er natuurlijk aan het eind van de jaren 90 ook gekomen. Eerst in puur girale vorm. En ik geloof dat we in Nederland per 1 januari van 2002 zijn we ook aan de munten begonnen. En de oude munten zijn ingenomen en hoe was het ook alweer? Die zijn gebruikt om het wegennet in de Flevopolder te versterken, als ik het me goed herinner. Althans de stuivers. En ongetwijfeld hebben allerlei Nederlanders nog uit nostalgische overwegingen een aantal briefjes bewaard om af en toe te laten zien, moet je toch kijken. Niet waar was dat prachtige briefje van die bij. En wat was dat ook alweer? 50 piek, dacht ik. Hè? Een meesterwerkje. Was die gele toch? Of was... Dat was die gele, ja. En dan had je dat ding van 100. Dat was de, met die vogel met die grote snavel. Hè? Was het een wulp? Nee, het was geen wulp. Het was een, nou ja, in ieder geval een weidevogel. Ik ben vergeten wat de 500 was, maar... In ieder geval, ik heb ze niet meer. Ik heb alleen nog een briefje van 5. En de briefjes van 5, 10 en 25, daar was eigenlijk niet veel aan te beleven. Maar goed, toen hebben we nieuwe briefjes gekregen. Daar zijn we helemaal gewend aan geraakt. Ik nog steeds terugrekenen en denk, wacht even. Dus 2 gedeeld door 2,2, dus dat is daarna. Hè? Waardoor je denkt, het is toch wel ontzettend duur geworden allemaal. Dat is wat ik altijd denk. Maar goed, dat dacht mijn opa ook. Erg relevant is dat soort van nostalgische gekletsen natuurlijk ook niet. Dus ja, we hebben een gemeenschappelijke munt gekregen. Ondertussen was er natuurlijk iets uitzonderlijks gebeurd. Want je zou natuurlijk direct verwachten dat de Duitsers niet zoveel hadden met een gemeenschappelijke munt. Want daar waren ze altijd tegen geweest. Ja, ze zeiden altijd, nou ja. Feitelijk is het plechtanker, het valutaire plechtanker in Europa, dat is de Duitse markt. Dat was ook volkomen juist. En als je mij nou vraagt, wat is de huidige euro? Nou, dan ben je toch wel geneigd om te denken dat het gewoon de D-mark bent wat franje. En daar zit wel wat in mijn idee. Dat heb je eerder inderdaad ook besproken, ja. Dat heb je inderdaad gezegd, ja. Ja. Maar wat was er ondertussen gebeurd? 1989, 1991, de Sovjet-Unie was uit elkaar gevallen. En dat had natuurlijk heel verstrekkende gevolgen voor, nou ja, zeg maar het hele systeem van de verschillende Europese staten. In ieder geval had het tot gevolg de hereniging van Duitsland. Wat wij dachten dat zo'n beetje voor de eeuwigheid was, namelijk West-Duitsland, de BRD en Oost-Duitsland, de voormalige oostzone van de Russen, de DDR, dat eigenlijk voor de eeuwigheid was, dat bleek dus niet zo te zijn. In feite hebben de Russen voor 36 miljard D-mark, de DDR verkocht aan de BRD. En Kool, dat moet hem nagegeven worden, is enorm doortastend geweest en die heeft daar direct werk van gemaakt en zodoende is Duitsland herenigd geraakt. Maar, iedereen in Europa, vrijwel iedereen, vond dat niet zo'n geweldig idee eigenlijk. Denk aan Lubbers, die is er ook verschrikkelijk voor gestraft door Kool. Maar je kunt ook denken aan Mitterrand, die zei, ja, is dat nou wel nodig? En die is ook nog naar Gorbachev gevlogen om te zeggen, ja, we zijn eigenlijk de bekende lollige opmerking. We zijn zo dol op Duitsland dat we er liever hebben dat er 2 zijn dan dat er 1 is. Dat soort van opmerkingen. En Margaret Thatcher raakte volledig in paniek. Hebben die klootzakken 2 keer verslagen, dan hebben we dit. Dus die... Die zag de Messerschmitt zou weer boven het kanaal hangen, bij wijze van spreken. Dus Kool dacht, ik moet een gebaar maken om duidelijk te maken dat ik volledig geëngageerd ben met de Europese Unie. Dat Duitsland niet kan bestaan in een modern Europa zonder lid en geëngageerd lid te zijn van de Europese Unie. En hij begreep ook wel dat hij om die reden ook die euro, dat hij die goed moest keuren. De Deutsche Bank die had daar helemaal, de Bundesbank, sorry. Deutsche Bank is eigenlijk iets anders. De Bundesbank had daar niet zo verschrikkelijk veel mee. Die zag dat eigenlijk niet zo zitten. In zekere zin is de huidige AfD een partij die wortelde in weerzin tegen de euro. Maar de euro was in die zin een politiek project. Namelijk de belofte van Kool.
Wij horen bij Europa, wij willen niks zelfstandigs, wij willen geen eigen koers in Europa. Bovendien hadden de Fransen gezegd, Mitterrand in dit geval, ja, wij willen die euro wel, maar dan moet Duitsland daar vanzelfsprekend mee akkoord gaan en doen wat noodzakelijk is. Bovendien dachten de Fransen dat zij via de euro veel meer greep zouden kunnen krijgen op het financiële beleid van de Europese Unie, op het valutaire systeem van de Europese Unie. Dat is achteraf een illusie gebleken, maar goed, dat komt doordat ze zelf gewoon economisch niet zo succesvol zijn geweest als ze zelf hoopten dat ze zouden worden. Ondertussen was nog iets anders gebeurd, want door de desintegratie van het Sovjet-imperium, want dat was het, met al die Oost-Europese staten, Centraal-Europese staten, een groot deel van de Balkan, dat was allemaal niet waar. Op voorspraak van Gorbachev was dat verzelfstandigd. En denk daar nou eens even over na, ook geldt dit voor de luisteraars, geldt dat. Wat hadden die landen in godsnaam gemoeten, economisch op eigen kracht? En wat mij betreft ook politiek op eigen kracht. Het waren zonder uitzondering kneusjes. Ze hebben het ondertussen heel behoorlijk gedaan. Er zijn er nog wel een paar kneusjes bij, maar toch over de hele linie hebben ze het in feite heel behoorlijk gedaan. Dus voor die kneusjes, dat hele Oost-Europa, dat hele, laat maar zeggen, kneuzenleger daar, dat had maar één kans in de nieuwe wereld. En die kans was lid te worden van de NATO vanzelfsprekend. Meestal hun allereerste zorg. Heel begrijpelijk als je natuurlijk van 45 tot 89 gezucht heb onder Russische onderdrukking, want zo kun je het rustig noemen. Het waren zonder uitzondering dictatoriale politiestaten van de ergste soort, met de DDR wel voorop natuurlijk, een afschuwelijk, akelig klein politiestaatje, niet waar, hoe gratis de kindercrèches ook waren. Wat konden die? Die moesten lid van de NATO worden. De drie Baltische republieken zijn natuurlijk ook lid van de NATO geworden. Denk eens aan een land als Estland zonder NATO-lidmaatschap, zonder lidmaatschap van de Europese Unie. Wat had zo'n landje in godsnaam gemoeten? Dat zou hebben geleid tot isolement, stasis. Nou, al die landen zijn tenslotte lid van de NATO geworden. En als ik het even naga, al die landen zijn lid van de Europese Unie geworden. De eerste golf al in 1999, als ik het wel heb, de tweede golf in 2004. Dat betekent dat de EU ondertussen totaal veranderd was, niet waar? De EU was in feite door de implosie van de Sovjet-Unie, was de EU een grote speler geworden op het wereldtoneel. Dat was maar in territorium denk ik sowieso verdubbeld, in bevolking denk ik ook grotendeels verdubbeld. Dat was natuurlijk heel indrukwekkend. Daar speelt nog een tweede kwestie tussendoor. Dat de Europese Unie, zeker ook vanaf die tijd, en want wil je lid worden van de Europese Unie, dan moet je het zogenaamde Europese acquis, dat moet je bejaan, om het even op zijn Duits te zeggen. Dat is een enorm systeem van regels en voorschriften en nou ja, alles, kwaliteitscontrole, alles wat je maar wil. Op dat punt is de EU veel en veel strenger dan de andere grote spelers op het wereldeconomische toneel. Dat betekent eigenlijk dat de Europese Unie, dat die eigenlijk qua regelgeving de belangrijkste instantie in de wereldeconomie is. Dat heet het Brussels effect. Te vergelijken met het California effect. De staat Californië is de grootste economische unit in de 50 staten van de Verenigde Staten. De meeste Verenigde Staten nemen het niet zo nauw met de regelgeving. Zeg maar rustig dat ze er een potje van maken. Maar Californië doet dat wel. Dus die hebben wel vrij strakke regelgeving. Bijvoorbeeld alle regelgeving tegen de uitlaat van auto's in de Verenigde Staten is het werk van de staat Californië. Dus, maar omdat Californië de grootste economie is in de Verenigde Staten, is het voor alle anderen eigenlijk makkelijk om gewoon maar de Californische regelgeving te volgen. En ook voor de producenten. Want anders kom je Californië niet in. Nou ja, je begrijpt wel dat is een andere propositie dan dat je Wyoming of Idaho niet in kan. Niet waar, ja, maar dat maakt überhaupt niet veel uit. Dat zijn lege staten.
Maar goed, het is ook dus de voortrekkersrol van Californië, dat heet het Californië-effect. En datzelfde effect heeft de Europese Unie op mondiaal terrein eigenlijk gehad. En dan kijken we even ondertussen naar de mondiale economie. Want wat zien we daar? Die mondiale economie. Daarin zijn eigenlijk drie grote spelers. Namelijk China, een nieuwkomer. Heel bijzonder dat ze dat gedaan hebben in, wat is het, 40 jaar of zoiets dergelijks. De Verenigde Staten natuurlijk, traditioneel de dominante macht. In allerlei opzichten nog wel de semi-dominante macht. En tot ieder stomme verwondering die club van die arme tierige Europese landjes, die dus in 1958 was gaan draaien, is ondertussen niet waar een van de grote economische spelers op het wereldtoneel geworden. Vooral omdat de markt van de EU in feite de grootste markt is in de wereld. Ook denk ik nog steeds, ondanks verschillen in bevolkingsomvang, natuurlijk, we zullen dat niet eeuwig blijven, maar nu zijn we een van de belangrijkste markten ter wereld. Kortom, onze hele positie is veranderd. Zoiets meer over de zwakheden van de Europese Unie. Want de Europese Unie heeft wel een aantal problemen gehad in de afgelopen 20 jaar. Dat is natuurlijk het probleem met de euro. Dat was in de kredietcrisis. Door de euro hadden allerlei landen in Europa het plotseling heel makkelijk gekregen om geld te lenen. Daar hadden die landen misbruik van gemaakt door enorme hoeveelheden geld te lenen, waar ze deels bepaald niet veel nuttigs mee gedaan hebben. De bekende vliegvelden in Spanje waar nooit een vliegtuig landt. Niet waar, de hoge snelheidslijnen waar nooit een trein rijdt. Nou ja, de bekende dingetjes. De voetbalvereniging van Orbán, allemaal dat soort van zaken. Hoewel dat is een meer recent verschijnsel. Maar dat heeft tot een diepe crisis geleid toen. En toen zeiden alle economen, interessant, alle economen zeiden, maar die euro gaat niet redden. Het is klaar met de euro. Jammer, maar gaat niet gebeuren. Wat ze niet goed begrepen was dat die euro eigenlijk een economisch project was om die valutaire problemen op te lossen, maar bovenal misschien wel een politiek project. En dat Frankrijk en Duitsland er alles aan gelegen was om dat politieke project te redden. En die einde, weet je nog, die eindeloze vergadering in Brussel, stond er weer in de krant. En deze keer niet besluiten, dan is het klaar. Volgens was Dijsselbloem daarbij. Hè? Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk toch goed afgelopen, want de euro heeft dat ingewikkelde complexe, ja, risicovol, ik weet niet eens hoe risicovol het eigenlijk in werkelijkheid was, maar goed, de euro heeft dat proces overleefd. Omdat de belangen dus te groot waren? Ja, om het te laten met mislukken. Name ook de politieke belangen. Zowel Frankrijk als Duitsland zien ook een groot politiek belang in Europa. Hè? Van een zekere samenhang in Europa. Nou, wat hebben we sinds die tijd nog meer gehad? De COVID-crisis natuurlijk. Is de EU misschien een beetje traag gestart, maar uiteindelijk waren de vaccinatiecijfers in de EU beter dan in China of de Verenigde Staten. Ik zwijg nog van Brazilië. He, ook allemaal eerst aanvankelijk varen, COVID ontkennen. En het was allemaal heel anders. Je moest het zo niet doen. Maar goed, dat is eigenlijk ook een zaak die door de EU met vlag en wimpel is afgehandeld. Ook wel als winst kan worden gezien, denk ik. En tenslotte natuurlijk de Oekraïne-crisis, waar Europa een verbijsterende eensgezindheid getoond heeft. En er wordt natuurlijk gezegd, ja, zonder Amerika zou de Oekraïne het niet gered hebben. Dat is op zichzelf wel juist, maar nu is het al zo dat financieel gezien de Europese Unie ongeveer 50% bijdraagt aan de Oekraïne en de Verenigde Staten ook ongeveer 50%, zij de Verenigde Staten vooral in de vorm van moderne bewapening. Dus kortom, ondertussen hebben we een grote mondiale speler, is ontstaan uit die zes nogal wrakke naties in 1957-58. En nu komt natuurlijk het springende punt dat er allemaal zeggen, ja, dat zeg jij nou allemaal wel, maar ja, kijk nou eens naar de besluitvorming in Brussel, dat gaat dan heel erg traag. Ja, dat is waar. De vraag is of het in Amerika wel zoveel beter gaat met de besluitvorming. Ook Amerika heeft een dysfunctioneel politiek apparaat.
En je zou kunnen zeggen, is het niet een kracht van de Europese Unie dat wij niet één natie vormen, maar dat wij een samenwerkingsverband zijn van meerdere naties. Waar hebben China en Amerika de meeste last van? Niet waar al die typische psychische problemen dat ze één natie zijn, overal hun vlag moet wapperen, dat ze overal de number one willen zijn. Hè? Daarom was ook dat filmpje zo geestig, We Are Number Two. Dat was natuurlijk ontzettend leuk. Dat ging dan over Nederland, maar eigenlijk kun je dat voor de EU kun je dat ook wel... Van Lubach bedoel je? Ja, precies. En ja, dan kom je natuurlijk aan het springende punt dat de Europese Unie wel belangrijk is. Inderdaad een grote speler op het wereldtoneel is. Inderdaad altijd overal bij zit. Maar dat het militair geen bal voorstelt. En dat was natuurlijk vooral gerekend tegen de veronderstelde enorme efficiëntie en macht van het Russische leger. Was dat een lastig probleem. Maar we hebben de afgelopen jaar gezien dat je van alles kunt zeggen over het Russische leger, maar niet dat het een indrukwekkende moderne strijdmacht is die in alle opzichten over snelheid, mobiliteit enzovoort deskundigheid beschikt. Nee. En Frankrijk heeft een redelijk militair apparaat. Nou ja, Duitsland heeft nu besloten tot Seitenwende. 100 miljard zal in de Bundeswehr worden gestoken. En dan, ik denk, als je dat serieus doet, dan moet er over 5 jaar... moet er, zeker als je de Fransen en de Duitsers zouden willen samenwerken, dan hoef je nog helemaal niet te praten over een Europees leger. Maar dan heb je in feite toch een in ieder geval regionaal bruikbaar militair apparaat. Want er wordt altijd heel dramatisch gedaan over die zwakte van de EU. Maar ja, welke tegenstander hebben wij eigenlijk, even afgezien van immigratiestromen, in onze eigen regio? Nou, maar één, dat is Rusland. Hè. Dus als Rusland evident zwak is en wij sterker worden, zou ik zeggen, dan zit daar ook nog wel een potentiële compensatie in. Kortom, als je de hele zaak overblikt, als je het historisch ziet, niet vorige week of volgende week, trouwens ook die groene plannen, die gaan het volgens mij eigenlijk ook wel redden met wat compromissen. Maar goed, dus als je het niet op de korte termijn ziet, kijk, op de korte termijn maakt de EU altijd een beetje klunzige, rommelige indruk en niemand is het ergens mee eens. En, ja, denk aan de Orbans en de Kaczynski's, de tegenwerkers, niet waar. Die hele kabouterwereld, niet waar, die geteisterd wordt natuurlijk door gruwelijke minderwaardigheidscomplexen daar in Oost-Europa. Maar goed, wie weet komt dat goed. Als je dat allemaal elimineert en je kijkt met een iets grotere groothoeklens naar de geschiedenis, dan is het eigenlijk wonderbaarlijk dat uit dat samenwerkingsverband van 1957-58, wat alleen maar economisch bedoeld was, niet waar, uiteindelijk een nieuwe wereldmacht gegroeid is. Hoe gek dit ook mogen klinken, een nieuwe wereldmacht. China doet op dit moment alle denkbare moeite om ons te vriend te houden. Dus ja, je ziet hoe wonderbaarlijk eigenlijk, en wat een wonderlijke vogel eigenlijk uit dat ogenschijnlijk onaanzienlijke ei van de Europese Economische Gemeenschap is gegroeid. Ja, ook mooi de titel die je hebt gegeven aan het essay wat in dit blad staat. Het wonder van de Europese Unie. Ja, dat probeer ik nu ook een beetje te verwoorden natuurlijk. Ja. Wat een wonderbaarlijke ontwikkeling het eigenlijk geweest is. Ja, maar er staat dus ook bij Europa groeit gezond verder. Dat schrijf je ook. Ja, ik denk dat dat wel zo is, ja. Ja. En opmerkelijk, wat ik interessant vind is dat je ook schrijft, als je nou wil weten hoe het is om je Europeaan te voelen, moet je een tijdje in de Verenigde Staten gaan. Ja, dat was de start van het stuk, want ik moet daar natuurlijk een bekentenis bij doen met dit hele verhaal die ik even vergeten was natuurlijk. En dat is eigenlijk dat ik heel lang eigenlijk een soort Bolkesteiniaanse visie op de EU had. Ik dacht van nou, kom op, geen vlaggenwapper en zo, daar zie ik niks in. We gaan niet deftig doen terwijl we het niet zijn. Als dit een goed draaiende douane-unie is, dan is Van Rossum al heel blij. En ook handig misschien een munt, al zag ik dat aanvankelijk ook niet als dringend noodzakelijk. En op al die punten ben ik natuurlijk aanzienlijk bijgedraaid. Ik zie nu wel de, naar mijn idee, grote historische betekenis van de Europese Unie. Ik zie zelfs het hoogste interessante idee van de Europese Unie voor de toekomst. Dat natuurlijk tal van kleine landen in de wereld die eigenlijk op zichzelf niks te betekenen hebben
en tot ellende veroordeeld zijn, dat die jassen zich effectief aaneensluiten. Het hoeft niet met de EU te zijn, maar je kan je andere regionale samenwerkingsverbanden kun je bedenken, dan is dat aantrekkelijker dan om onderdrukt te worden door die twee andere vlaggenwapperaars en schieters, namelijk China en de Verenigde Staten. En wie weet India op termijn. Ja, al met al zijn natuurlijk de meeste landen in deze wereld, hoeveel zijn 193 soevereine staten. Dus ja, niet zijn allemaal, de meeste daarvan zijn kneusjes die het hebben moeten van samenwerking. En inderdaad, dat heb ik aan het begin ook geschreven, dat ik daarin, ik zat op zo'n hotelkamer in Amerika. Ik denk in Rockford, Illinois, zo'n type van plaats. Zoek het even op, dat is zo'n typische Amerikaanse provincieplaats. Je hebt de bekende uitdrukking van God verlaten. Hè, dus dat de Heer hem niet geïnteresseerd is. Ja, hij schijnt nog steeds ergens in Frankrijk te wonen, maar daar ben ik niet zeker van. Maar goed, van die van God verlaten plaatsjes. En op de CNN draaiden ze toen als tussenstukjes, het is jaren geleden, zeg maar romantische filmpjes van Europese steden. En ik denk dat dit filmpje was wat die avond steeds herhaald werd. Ik schat Praag, Lissabon, zo'n soort stad was het. En ik werd toch getroffen door zo'n idee. Ach, wat is Europa toch geweldig. Kijk nou naar dat Rockford, Illinois. De helft van die Amerikaanse steden maakt de indruk dat het een soort barakkenkamp is. Wat morgen opgeruimd kan worden en 100 kilometer verder weer opgebouwd kan worden. Dat, zeker ten westen van de Mississippi, heb je dat gevoel. Ontzettend sterk, hè? Dat hele lege stuk van Amerika. Dus ja, ik was ineens overweldigd door liefde voor Europa in de brede zin van het woord. Wat was voor jou het moment dat je positiever ging denken over Europa? Ja, het is een geleidelijk aanverlopend proces geweest. Maar toch vooral dat ik begreep wat is nou de economische en politieke toekomst van Estland, Letland, Litouwen? Ja, nul. Dat zijn, en die landen doen het hartstikke goed. Economisch doen die het goed. En op technisch vlak, innovatie? Zeker. Het zijn echt succesvolle. Het zijn natuurlijk piepkleine landjes. Want ja, ik geloof dat ze allemaal zo in de orde van 1,5 miljoen inwoners hebben. Het is niet veel. Het is vooral één grote stad en voor de rest dennenbomen. De bekende dennenbomen die daar beginnen en tot Vladivostok doorlopen. Als ze nu al niet aan het verdrogen zijn. Maar goed, En dat ik dacht, ja, het is toch een zegen voor die hele club die van restanten van het Sovjet-imperium. Wat hadden die gemoeten zonder de Europese Unie? En zonder NATO, laten we dat ook eerlijkheidshalve ook constateren. En nu zijn ze opgeborgen in twee relatief goed georganiseerde systemen, die in feite heel effectief zijn. Je eindigt het stuk ook met de toekomst, hè? Dat heb je nu eigenlijk niet helemaal besproken. Van wat is uitbreiding? Is dat nou, behoort dat nog tot opties? Ja, uitbreiding is een puntje. Je hebt natuurlijk een aantal kleinere Balkanlanden die op de nominatie staan. Dat is dus in de orde van Montenegro, Noord-Macedonië, wat heet nog meer, Servië natuurlijk, Albanië en Moldavië. Dat ligt iets meer naar het oosten. En er zijn natuurlijk twee grote kandidaten. En dat zijn ook de problematische kandidaten. Dat zijn natuurlijk Turkije, wat al eeuwig in de wachtkamer zit. Wit-Rusland noem je ook hier? Ja, Wit-Rusland, daar ben ik eigenlijk in die zin vrij positief over gestemd, hoe idioot dat ook mogen klinken. Kijk, die Lukashenko heeft het eeuwige leven niet, dat hebben wij ook alles geconstateerd. Het is natuurlijk kans dat Wit-Rusland dan eigenlijk, als hij verdwijnt, meteen in Poetins handen valt. Maar dat zal tijdelijk zijn, naar mijn gevoel. Geen mens wil horen bij wat Rusland geworden is. Niemand wil daarbij horen. Genoeg Russen willen er zelfs niet bij horen. Het is natuurlijk een klote land, eerste klas. Dus op den duur, daarom heb ik ook nog een soort voorspelling. Ik ben toch dood tegen de tijd dat gerealiseerd moet worden. Dat ik voorspel dat Wit-Rusland en Oekraïne voor 2050 lid zullen zijn van de Europese Unie. Ik heb geen idee. Je schrijft er wel bij, het kan ook nog jaren duren. Ja, goed. Je moet een beetje een slag om de arm houden natuurlijk. Maar ik zie het. Ik zie dat eigenlijk vrij positief in. Ik denk dat Turkije als kandidaat
voorlopig totaal ongeschikt is. Omdat het niet past, schrijf je hier bij ons. Ja, het past geografisch ook niet erg. Als je even kijkt op de kaart, zie je wel dat het idee van de Baltische Republiek en dan naar beneden Wit-Rusland en Oekraïne, dat kan nog wel. Al gaat het wel zeer, zeer ten koste van de strategische mogelijkheden van Rusland, dat moet je wel toegeven. Maar Turkije is toch wat anders. En kijk, het probleem van Turkije is een tragisch land. Turkije is natuurlijk deels geheel gemoderniseerd en heeft een goed draaiende industrie enzovoort enzovoort. En tegelijkertijd, niet waar, heb je daar die gigantische, treurige klont van Anatolië. Niet waar, die door voor een belangrijk gedeelte bestaat natuurlijk uit kleine boeren en ja, mensen die religieus, politiek, cultureel, aards-conservatief zijn. Kijk naar het verkiezingskaartje. Recent, toen Erdogan gewonnen heeft, vergeet niet dat hij 52%, ik wil dat ze 48% van de Turken heeft tegen Erdogan gestemd. Maar Turkije met Erdogan in ieder geval, en als Erdogan verdwenen is, dan zou ik zeggen, dan moet Turkije nog eens een keer proberen democratisch orde op zaken te stellen. Het was natuurlijk embryonaal en leek het op weg naar de democratie. Dat leek ook Erdogan wel te ambiëren. En kijk wat het geworden is. Een autocratische staat en in feite een verkapte politiestaat. Je schrijft ook nog, de Brexit was onaangenaam voor de EU, maar nog veel onaangenamer voor het VK. Ja, dat is door velen voorspeld dat het geval zou zijn. De Engelsen zelf meenden dat het anders was. Ik hoor nog Boris Johnson nu helemaal compleet afgeserveerd zeggen, nee, Engeland, dat werd een soort Singapore. Werd dat wat voor de Europese kust, de klompjes goud uit het economisch verkeer zou halen. En nou ja, dat is helemaal niet het geval gebleken. Engelsen hebben de grootste moeite om met afspraken te maken. Ja, wie wil er nou met Engeland apart afspraken maken? Zoveel stelt het niet voor. Bovendien is Engeland natuurlijk een idioot land in de zin dat het grotendeels economisch niet veel voorstelt. Behalen we natuurlijk Londen. Londen is natuurlijk wel Londen is eigenlijk een soort Singapore op eigen kracht. En er wordt hoogstens belemmerd in zijn ontwikkeling door de rest van Engeland natuurlijk. Dus ja, de Engelsen, voor zover ik daarover lees in ieder geval, daar waren toch alle schattingen dat de groei in Engeland toch zo vrij fors achterbleef bij de Europese Unie. Ja. Wie nou misschien moeten ook al onze populistische partijen deze zaak nog eens nauwkeuriger bestuderen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Wie het hele verhaal wil lezen, kan dus terecht in Maarten nummer 2. Vanaf pagina 7-8. Ja, 8. Wees niet bevreesd, luisteraars. Ik ga daar nou niet elke keer reclame voor maken. Maar dit leek ons leuk om één keer duidelijk te maken dat het een nuttig tijdschrift is en dat er aardige stukken in staan. Maar het zal bij deze ene gelegenheid blijven. En wie liever luistert, die kan ook terecht bij de audioboeken over de Europese Unie. Die staan in de show notes bij deze podcast. Vergeet je ook niet te abonneren op onze nieuwsbrief. Dan ontvang je laatste nieuwtjes als eerste in je mailbox. Linkje staat in de show notes. Dus ja, ik was ineens overweldigd door liefde voor Europa in de brede zin van het woord. Een gloednieuw luisterboek staat voor je klaar. Maarten van Rossum vertelt 3 kwartier lang over de nieuwe wereldorde die ontstaat door de oorlog in Oekraïne. Ja, dat zou natuurlijk enorm lollig zijn als we dan een tijdelijke verstandige dictator zouden kunnen benoemen. Ik denk in dit verband natuurlijk altijd aan mezelf. De nieuwe wereldorde door Maarten van Rossum. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. En wil je nog een podcast luisteren? Luister dan nu naar de aflevering over de superbatterij, die je met 1 keer laden van Amsterdam naar Zuid-Duitsland brengt. Je luistert de aflevering nu via de link in de show notes.